Max Verstappen en Lewis Hamilton clashen en crashen in de titelstrijd. Ontzettend spannend. 5 punten is de marge. En we gaan door naar Rusland, naar Sochi. We gaan vooruitblikken op die race. Welkom bij Pitlane. We naderen de ontknoping van het Formule 1-seizoen. De slotfase komt langzaam maar zeker in zicht. Te beginnen in het Mercedes-territorium dat Rusland is dit weekend. Waar Verstappen bovendien ook nog met een gridstraf te maken kreeg. Welkom bij Pitlane. We gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Rusland. Dat doen we natuurlijk met onze studiogast nu op locatie, Xavier Maassen. Jij zit in Zolder, Xavier. Wat ben je aan het doen? Ja, we hebben dit weekend de 24 uur van Zolder. Misschien wel de grootste autosportrace in Vlaanderen. Daar rijden we met de Porsche GT3 Cup auto van Team PGZ. We hebben dadelijk de kwalificatie, dus ik kon niet in de studio zijn. Nee, mooie outfit ook aan natuurlijk. Die had je afgelopen weekend ook aan in Assen. Dat heeft ook vriendin van de show Milou Mets gezien. Die stuurde de volgende vraag in. Hoe was het nou voor jou om na die toch wel ellendige tijd met COVID, et cetera, om nu weer een keer voor volle tribunes met al die Nederlandse fans te racen in Assen? Ja, het was inderdaad heel speciaal het weekend van DTM in Assen. Voor het eerst werd publiek weer toegelaten en ook publiek toegelaten in de paddock. En dat voelde eigenlijk misschien wel in het begin een klein beetje vreemd. Al die mensen in de paddock. We zijn gewend om met hele lege paddocks het afgelopen jaar te werken. Dus het was een beetje vreemd, maar wel lekker zullen we maar zeggen. Het was fijn dat er weer zo'n publiek aanwezig kon zijn. Ja, volle bak, volle agenda voor jou ook. Hè. Heb je nog in de tussentijd tijd gehad om te kijken naar de Netflix-documentaire over Michael Schumacher? Nee, die heb ik nog geen tijd voor gehad. Het was na Assen direct door waar we dinsdag nog weer getest hebben in Hockenheim. Waar we volgend weekend dan weer rijden, de finale van de Porsche Carrera Cup. En dit weekend de 24 uur van Zolder. Dus ik heb nog even wat tijd nodig om hem in te plannen. Ja, ik kan hem je van harte aanbevelen. Ik heb hem gezien en het is wel heel mooi wat je dan ziet in de documentaire. De carrière van de grootheid Schumacher, de aanrijdingen ook, hè, die bepalend waren in de titelstrijd. Met bijvoorbeeld Hill, met Villeneuve. De ene keer leverde het bijvoorbeeld een disqualificatie op. En er wordt natuurlijk vaker de parallel getrokken met Hamilton en Verstappen. Zoals we afgelopen weekend, of de vorige race beter gezegd, in Monza zagen. Xavier, die vergelijkingen, hè, tussen die titelstrijden van toen en tussen Hamilton en Verstappen nu. Hoe eerlijk is die vergelijking? Nou, ik denk dat het een hele eerlijke vergelijking is. Het is een titanengevecht dit jaar. En dat is wat we toen in het verleden ook hebben gezien. Toen werden vaak ook de titels beslist met dit soort momenten. Nou, de titel is nu nog verre van beslist. We hebben nog veel wedstrijden te gaan. Te beginnen nu in Rusland. Dus de titelstrijd gaat onverminderd voort. En het is misschien wel niet de laatste keer dat we ze hebben zien clashen. Ja, is die botsing eigenlijk wel goed voor de sport in dat opzicht? Ja, ik denk het wel. Iedereen heeft het erover, iedereen praat erover. Formule 1 leeft als nooit tevoren. Er is een titanengevecht tussen twee strijders. Natuurlijk de gevestigde orde met Lewis Hamilton en de jonge opkomende Max Verstappen die voor zijn eerste titel vecht. Dus mooier als dit kan het niet worden. En dan hoort het eigenlijk ook wel erbij dat die twee een keer clashen. Dat vindt iedereen uiteindelijk toch mooi in de sport en dat hoort er wel bij. Ja, het hoort er wel bij. Wat er ook bij hoort tegenwoordig zijn gridstraffen. Verstappen heeft er 3 plekken naar aanleiding van die aanrijding vorige week. Hoe zwaar weegt die straf nou? Kun je nou zeggen van een overwinning dit weekend is al verkeken? Nou, vergeet niet. Het wordt natuurlijk een stuk moeilijker. Eén, omdat Rusland inderdaad alle jaren heeft Mercedes daar met overmacht gewonnen. Natuurlijk, Red Bull heeft een beter pakket, dus zal echt wel die strijd aan kunnen gaan. Ja, zo'n gridstraf helpt dan niet. En misschien wel dat we inderdaad ook nog gaan zien dat Verstappen nog een extra gridstraf krijgt als hij nog een extra motor gaat wisselen. Dat zou allemaal kunnen. We komen zo meteen bij jou terug, Xavier. We gaan even eerst kijken naar een 2-wieler in plaats van een 4-wieler. Milan Merkelbach, Limburger met talent, komt in actie in een grote Duitse klasse. En hij legt dus uit hoe zijn motor eruit ziet. Maurice Jesse ging bij hem op bezoek. Dit is Yamaha IZF R6. 600cc, 4-cilinder. Hij is getuned door het team MGM. Speciaal datasysteem erop, goede vering, stuurdemper, alles erop en eraan. Deze zal rond de 140 pk hebben. Dat is natuurlijk behoorlijk wat voor ongeveer 170 kilo. Van 0 naar 100 bijvoorbeeld. Ja, dus als ik proefstarten doe, dan verschilt dat wel eens.
Maar het snelste wat ik heb gedaan is 3,2 seconden van 0 naar 100. Binnen 3,5 seconden op 100, dat is ongeveer hetzelfde als de Formule 1 auto van Max Verstappen. Ongeveer wel, ja. Ja, dat is natuurlijk wel een hele andere machine, maar ja, de techniek zit hem natuurlijk in de koppeling. Bij Max waarschijnlijk ook. Het gaat natuurlijk heel snel van zijn plek af met starten. Ik heb een 2D datasysteem erop. Dat zit samen met de nieuwe kabelboom van Mactronic. Daar kan je eigenlijk alle gegevens uitlezen. Je kan de inlaat, de insteken, alles veranderen. Ik vergelijk mijn snelste ronde bijvoorbeeld met mijn ideale tijd. En of die met van een teamgenoot misschien. En dan kan ik dat over elkaar leggen en op elkaar afstemmen en kijken wat ik anders moet doen. Het is geen lichte motor natuurlijk, dus 170 kilo is niet niks. Het is heel erg intensief, het is heel erg fysiek. Ondanks dat mensen dat niet zo inschatten. We gaan terug van Heerle naar Sochi. Kleine stap, grote afstand. Want dat is een circuit waar natuurlijk gereden wordt in Weekend Xavier. Neem ons eens mee voor een rondje over die baan. Ja, Sochi, het is niet mijn persoonlijke favoriet. We hebben natuurlijk het lange rechte stuk met een enorme DRS-zone. Daar kan dan ingehaald worden. En dan hebben we inderdaad die lange doordraaier. Ook daar kan in die volgende bocht goed worden ingehaald. Ja, dan hebben we wat kleine snelle bochtjes. Het is natuurlijk een beetje een half soort stratencircuit. Dus niet heel makkelijk daarin. En dan krijgen we nog een tweede DRS-zone. Ook daar kan wel ingehaald worden. Moeilijker dan bij de eerste DRS-zone. En dan krijgen we de laatste bochtencombinatie tot aan start-finish weer. Ja, je zegt het is niet een van jouw persoonlijke favorieten. Het is ook het voorlaatste jaar dat u op de kalender staat. Daarna gaat de Formule 1 Grand Prix van Sochi naar Sint-Petersburg. Is dat dan ook een beetje een zegen dat we daar vanaf zijn na dit jaar? Of na volgend jaar? Ja, voor mij persoonlijk wel. Ik heb weinig binding met deze race. Er zijn weinig speciale momenten die je herinnert van de Grand Prix van Rusland. Het is een beetje een karakterloze race, wat mij betreft. In ieder geval qua circuit. Dus met alle jaren Mercedes als winnaar. Dus hopelijk kunnen we dit jaar eens wat ander vuurwerk gaan zien. Ja, je zegt het al. Altijd Mercedes als winnaar. Laten we maar eens even kijken naar die uitslagen van de afgelopen jaren. 7 jaar staat hij op de kalender, deze Grand Prix, sinds hij weer terug is gekeerd, de Grand Prix van Rusland. 7 keer won een Mercedes. Waaronder niet alleen Hamilton, maar ook Bottas. Hoe kan dat? Is het nou een baan die zo die auto leegt? Is het toeval? Is het kwaliteit? Nee, ja, het is inderdaad een baan die de auto van Mercedes heel erg goed ligt. Ik moet zeggen, Bottas is ook altijd erg sterk in Rusland. En presteert er altijd goed. Dus daar verwacht ik ook wel hoge verwachtingen van. Maar het pakket van Red Bull is dit jaar beter en presteert beter op alle circuits. Dus als het ergens kan, dan zou Red Bull ook op deze Grand Prix wel toch een keer een lans kunnen breken om dat record van Mercedes in Rusland te verbreken. Alleen helpt die gridstraf natuurlijk daar niet bij. Ja, nou, we gaan het zien. Beloof wat voor dit weekend. Bedankt voor je analyse. Succes ook op zolder dit weekend. En ik bedank u voor het kijken naar Pit Lane. 2 uur gaan we beginnen zondag, eerder dan normaal. En die race volg je live via 1 Limburg en ook L1 Radio. Veel plezier en graag tot de volgende Pit Lane.